mensen, dit is je boy Dasansjes. En we zijn hier dan eindelijk met de game waar we al het hele jaar op wachten. Call of Duty Advanced Warfare. Laten we gewoon direct beginnen. Ik heb hem vanochtend opgehaald. Het is nog best wel pittig vroeg in de ochtend. Gelukkig is iedereen wakker bij mij thuis, dus kan ik een beetje hard praten. We gaan er gewoon mee beginnen, direct knallen. Eerste multiplayer game. Ik heb alleen één probleem. Ik heb nog geen control freak van mijn Xbox One controller en nog geen headset aangesloten aan mijn One. Dus ik moet de sound door mijn tv laten komen en dat zal dan ook een beetje irritant worden, denk ik, voor jullie. Ik weet het niet zeker. Ik zal kijken of ik dat een beetje kan wegediten, de sound en zo. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Ik kan blijkbaar direct classes maken. Veel keuze hebben we niet. Ik zal wel gewoon, ja, dit lijkt me het logisch. Ik zal gewoon een pistool aan. Ik heb nog 13 slots. Maar wat ik ermee moet doen, ik kan er nog niks mee. Ik ga gewoon met de Bell 27 beginnen, want dat lijkt me het chillst. We gaan gewoon een first game zoeken. En ik denk dat we gaan beginnen met Hardpoint. Want in Hardpoint kan je nou eenmaal het beste levelen, alvast. Dus ja, laten we daarmee beginnen. Hopen dat we direct een goede lobby vinden. Das Sanchez, level 1, let's go. Je ziet het hier, deze video komt online op mijn eigen channel en op Dex channel. Wil je nog meer coole Advanced Warfare gameplay zien? Abonneer dan ook op het Dex channel en op Darretain en op Isho. Ik zal de link staan in de beschrijving en natuurlijk op Niels, ook belangrijk. We spelen onze eerste wedstrijd op Comeback. Ik heb daar hele goede verhalen over gehoord, over die map. Ik heb natuurlijk de game al eerder gespeeld, dus... Alleen dat was het Curry Gen. Ik heb echt heel veel zin om te spelen. Ik kan niet wachten. Nog één enemy of een teammate of één player die moet erbij komen. Speel dus met deze Bell 27 class met de perk Low Profile. Dat helpt je tegen UAV's, tracking rounds en exo ping. Dan peripherals, increase minimap coverage, take out enemies without displaying their death location. En dan toughness, flinch less when shot. De exo ability doe ik denk ik overclock, want daarbij is sneller. Niet dat ik veel mijn Exo Ability ga gebruiken, denk ik niet. En dan de Frag Grenade. Oké, 5 players in deze lobby. Het zou mooi zijn als we een potje kunnen vinden. Deze gast gebruikt een laser. Er zijn nog niet heel veel mensen online, denk ik. De game is nog niet zo lang uit. Ik heb maar even opnieuw een lobby gezocht. Dus no games found. Nou, misschien gaan we dan maar geen hardpoint spelen. We doen wel gewoon domination. Kijk. Defender. Allemaal level 1'ers. Dus ja, we gaan beginnen. Defender domination. Let's go. Ik krijg heel veel zin in dit. Goed eventjes dat weg. Zeggen let's fucking go. Bell 27 gaan we mee beginnen. Ik weet dat die gun wel goed is. Dus even Benno, ik heb nog nooit een shooter game op de One gespeeld. Op mijn One tenminste. Dus ja, ik kon niet echt wennen aan de controle als het gaat om shooters. Ik denk dat we maar gewoon direct moeten hoppen. Ik denk een 6 sensitivity button layout tactical. Hupsakee. Kijk, ik weet die controls nog. Het is dus gewoon double jump. Sprint in de lucht is boost. Let's see. Even kijken of hij... Oh. Ah. Nog niemand tegengekomen. Oké, daar zien we iemand. En we hebben onze first kill te pakken. En de tweede kill en toen werden we gekilled. Helaas. Maar fuck. Oké, we spannen nu bij C. Er vliegt een enemy ding in de lucht. Ik zag iemand op de minimap hier al. Ah, jammer. Het is echt zo fun om te boosten en zo. Oké,
kill. Oké, hop op B. Je moet echt, als je voor killstreaks wil gaan, moet je echt op vlaggen hoppen en noem maar op. Oh, get turned. Oh, so close, so close. Promotion, we gaan 4 om 3. Is niet slecht voor een eerste potje. Het ziet er wel lijp uit hoor. Zo, die graphics. Ah! Oh mijn god, Nordin. Ah, drie man in mijn rug, what the fuck. Maar B is wel de place to be. We gaan 5 om 4. Het is wel even wennen, want ja, ik ben natuurlijk niet iemand die veel shoots heeft gespeeld tot nu toe op de baan. Dus het is wel even wennen. Ik heb ook nog niet de beste perks en shit, maar ja, dat heeft nog niemand in het potje, in deze lobby. Okay, let's see. Die gast lag op de grond. Double kill. Kijk me eens beast gaan, dames en heren. Oh, get turned. Get turned. Oh mijn god. Volgens mij ben ik host of zo gek. Ik ga zo beast. UAV. Oh mijn god. 13 om 6. Mensen, je ziet hier voor high action Call of Duty Advanced Warfare gameplay. Abonneer dan. Ik ben echt een beest al in dit spel. Mijn aim is gewoon spot on point gewoon al. Dus ja, rank 5, dat gaat snel. Oh shit, hoe kon ik die niet hebben? Oh, waar is die gast? Oh, wat ben ik toch allemaal aan het doen? Oh mijn god, ik ga zo fucking beast. Alleen qua flex en zo gaan we nog niet echt goed. Oh, get smashed not in! Oké, okay, ik heb teammates die gaan niet goed. 1 om 7, noem maar op. Maar het is ook hun eerste potje. Dus ja, veel kan ik ze niet echt de schuld geven. Man. Ah, die teammate, die enemy. Let's go. Oké, okay, de eerste ronde is bijna voorbij. Zijn jullie? Rustig kijken. Dat is 1. Enemy taken Bravo. Oh, 3 man! Ah, oh, fuck, die zag ik niet aankomen. 19 om 10 in mijn eerste potje is best wel beest eigenlijk. Ik bedoel, halftime is nu. Dus ja, vind je die video tot nu toe nog leuk? Laat dan die like achter. Ik ga best wel beast eigenlijk. Ik heb niet van mezelf verwacht, zo vroeg in het potje. Zo vroeg in de game. Die turn on in die eerste ronde was beast. Oh mijn god. Die gast die was echt geshit on. Dus ja. We gaan gewoon door met knallen. We staan wel achter. Misschien kijken of we die tweede ronde kunnen gaan winnen. 2 XP. Ik weet niet wat dat inhoudt. Gewoon dubbel XP of zo. Was die vlag al hier? Nou, we hebben C erbij. Dit is heel belangrijk, omdat je amper eigenlijk je killstreaks heel makkelijk kan krijgen door te killen. Moet je veel objectives B spelen. Want anders dan gaat het niet lukken namelijk. Ah, ik ga dood. Ik kon niet wegrennen, dat was echt lelijk. Ik denk dat als ik hem de perk Blast Suppressor heb geunlocked, dat ik die dan direct aan ga zetten, want dan kan je eigenlijk boosten en al die shit door de map heen zonder dat je gespot wordt. Dat is natuurlijk een fucking chille perk.
Maar nu word ik eventjes volledig. We hebben geen map control. Mijn teammates zijn niet goed. En natuurlijk, zonder teammates kan je niks. Waar ben je? Oh, in mijn bek. Ik zweer, je wordt heel makkelijk hier teruggekild de hele tijd. Natuurlijk weet ik nog niet hoe de maps eruit zien of hoe de maps werken. Oh mijn god, dat shit dan. En omdat ik nou de hele tijd mijn Axel Movement gebruik, ben ik ook zichtbaar op de minimap. En dat is natuurlijk fucked up. Kijk, ik zag op de minimap dat hij hier was, doordat hij zijn Axel Movement gebruikte. Kijk of we een capture kill kunnen krijgen. Komen wel mensen aan. Ah, fuck. Het was eventjes een focus momentje, maar dat ging even helemaal fout. Juist, die. Even kijken of we die A-vlag kunnen capturen. Zal even mijn teammates erbij komen of zo. Zou nice zijn. Nee, niemand. Nog 2 punten. Juist, nice. Playmaker, oké. Okay. Rank 7 al in mijn eerste potje, is het dubbel XP of zo. Oké, mijn teammates hebben een Warbird, ik niet. Is het die gast als weak? Ah joh. Makkelijk doodgaan. Ik laat mezelf heel makkelijk doodgaan. Er komt iemand aan hier volgens mij. Of hij is hierboven. Ik zag iemand. Iemand gebruikt hier zijn extra abilities. AFK, dus free kill. No, die had ik bijna. Maar ja, mensen, laat me weten wat jullie van de game vinden in de comments. Ik ben benieuwd of jullie de game al hebben. Ik speel hem natuurlijk voordat ik naar school ga, want ik hoef te pas wat later te beginnen vandaag. Je hoeft niet op mij te schieten, teammate. Is niet nodig. Ik hoor bij je, weet je. Weet je. Oh, twee man, twee man. Ja, ik dropshotte net, maar het wou net niet lukken. We hebben dus al bijna 30 kills. Bijna 30 bommen in ons eerste potje. Dat is natuurlijk sick. Zeg ik het zelf, weet je. Losing C. Zie gas heen. Oké, eventjes op die vlag. Dan zag ik hem, maar die kon ik niet hitten. Hallo? Oh, als ik die gas had geturnd. Oké, okay, get 30 kills with the Bell 27. Eerste achievement al. Potje duurt nog 40 seconden. Hopen dat we het een beetje met een knaller kunnen afsluiten. Kijk, dat zijn mooie kills. Ah, net niet. Ik had moeten boost jumpen. Jammer. Maar 33 om 20, natuurlijk veel deaths. Maar ja, ook wel veel kills voor een eerste potje van Call of Duty Advanced Warfare. Natuurlijk, voor de zoveelste keer. Vind je de video leuk? Drop dan die like. Helpt me heel erg om dit kanaal te groeien voor meer Advanced Warfare content. Abonneer dan. We maken deze gameplay eventjes af met misschien een final kill. Nog 1 kill misschien. 5 seconden te gaan. We springen nu richting B. Snel om nog 1 kill te pakken. Nope, we zien daar wel iemand. Maar het potje is voorbij. Dus ja, dat was het voor mij. Ik ben morgen weer terug met meer Advanced Warfare gameplay. Dit was je boy, Das Sanchez. Eerste live game. Geüpload op Dex Gaming. En op mijn eigen channel, 35 om 20. En dan zie ik jullie later. Ciao, ciao.